Om van deze foto een soort cartoon effect te maken zijn verschillende stappen nodig. En de meeste stappen dat gebeurt in de filter gallery. In de filter gallery vind je filters en die zijn destructief. Dus om daarmee te werken gaan we de laag eerst omzetten in een slim object en dat doe je door er met rechts op te klikken en te kiezen voor slim object. Vervolgens zie je bij de laag een heel klein vierkantje komen en je ziet dat de naam van achtergrond naar laag 0 verandert. Deze laag ga ik ook nog dupliceren en dat doe ik door er met rechts op te klikken en te kiezen voor laag dupliceren en gewoon op oké OK te klikken. En ik heb nu twee lagen en dit zijn allebei lagen die een slim object zijn. Ik zet de bovenste even uit en ik selecteer de onderste. Zoals ik al eerder zei, we gaan een aantal filters toepassen en dat doe je hierboven via Filter Gallery. En als je daarop klikt, krijg je uh, dit voor je. Helaas geeft hij hem nooit mooi vol in beeld, maar hij zoomt in dit geval altijd in naar 100%. Maar als je met rechts klikt op de foto kun je kiezen voor in weergave. En je hebt hier dus een aantal filters. Nou, daar gaan wij er een paar van toepassen. En de eerste zit in het hoofdstukje artistiek en die heet posterranden. Dit filter niveleert eigenlijk gewoon mijn kleuren. En de waarde die je moet nemen, ja, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van je eigen smaak. Ik wil deze een beetje aan de hoge kant. En de intensiteit van de randen mag best wel wat hoger. En met beperking waarde, dat is nog een soort van fine tuning. Die zet ik even een stapje terug. En dan krijg ik dit. Je kunt deze waardes misschien in het begin het beste gewoon even letterlijk overnemen. Net zolang totdat het kwartje valt. En dan kun je een beetje zelf gaan spelen. En je klikt vervolgens op oké. OK. Het filter wordt toegepast en je ziet dat er bij mijn laag het een en het ander gebeurt. Er komt een hokje extra bij, slimme filters en daaronder zitten de filters. Klik ik nu dubbel op het woord Filter Gallery. Dan ga ik terug naar mijn filter. En je ziet dat ik daar eventueel nog aanpassingen kan maken. En ik klik op Annuleren. Dit filter is echter gewoon helemaal 100% toegepast op de foto. En dat is eigenlijk net iets te veel van het goede. Ik kan dat ook nog een beetje terugzetten. Want je ziet hier naast het filter ook nog gewoon een, 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 ja, twee lijntjes, twee driehoekjes. Als je daarop dubbel klikt, dan krijg je nog een aantal opties. Waaronder de dekking van het filter. En daarmee kun je het gewoon wat lager zetten. Ik zet hem op 75% en klik op oké. OK. Ik moet hier vervolgens nog een filter aan toe gaan voegen. En dat vind ik wederom bij filtergalerij. En het filter wat je nu toe gaat passen dat is knipsel. Je niveleert de hele foto na een aantal vlakken. En hoe minder niveaus hoe platter die wordt. En zet je hem wat hoger dan krijg je iets meer tekening. En je hebt daar natuurlijk ook nog gewoon een klein beetje speling in met de sliders daaronder. En ik kies voor deze waarde en klik vervolgens op OK. Ook dit filter is iets te grof toegepast. Dus ook hiervan ga ik de dekking veranderen naar 75%. En dat doe ik wederom door op dat hele kleine vierkantje daar te klikken. En gewoon aan de slider te zeggen een 75%. Nu is het tijd om bolletjes toe te voegen. En dat vind je. Ook bij filter, maar niet bij de filtergalerie. Nee, dat vind je bij pixel en dan kleur half toon. En in dit geval, dit zijn de waarden die ik de vorige keer heb toegepast. Dus die staan in mijn geval al goed. Maar 16 en eh, bij de kanalen allemaal 45 is een mooie instelling. En dan krijg je de bolletjes. Ik zoom even een klein beetje meer in. Dit is op zich wel vrij grof. En daar gaan we natuurlijk ook iets aan doen. Wederom dit vierkantje hier. En als ik nu de dekking zou verlagen. Dan zie je dat dat wel effect heeft, maar echt fraai wordt het nog niet. Of ik moet het gewoon heel laag gaan zetten. Maar er is een andere methode voor. Want daarboven staat ook nog het woord modus en dat is de manier waarop het filter over de foto ligt. Klik je daarop, dan zou je kunnen kiezen voor bedekken of zwak licht. En ik vind zwak licht dan net iets fraaier. Maar ik zet de dekking wel een klein beetje terug. Ik klik op oké. OK. En je ziet, ik heb al een hele andere foto. Als ik bijvoorbeeld de slimme filters uitzet, dan had ik deze foto en dit is met de filters. Alleen mist dit nog een klein beetje de echte byte. En die byte die komt van de tweede laag die erboven ligt, die we daar straks hebben gekopieerd. Dus ik zet hem aan en ik selecteer hem. Ook hier ga ik een aantal filters op toepassen. En dat filter dat vind je wederom bij Filter Gallery. En het eerste filter dat vind je bij stileer en heet oplichtende rand. Dit ziet er misschien heel raar uit, maar dit filter gaan we dadelijk als een soort uh, overlay op de foto leggen. En we gaan een klein beetje uh, werken met de effecten van dit filter. De waardes die je hier instelt. Ja, ik, ik hou gewoon van smalle randen, subtiele dingen. Maak ze wel wat helderder. En ik wil hem heel vloeiend. En ik druk op oké. OK. Nou, van mijn oorspronkelijke foto is weinig meer te zien, maar dat is gewoon heel makkelijk op te lossen door de laagmodus te veranderen van normaal naar bedekken. En wat er dan gebeurt, is dat al het uh, zwarte wordt net iets donkerder en al het witte in de foto wordt net iets lichter. Hij wordt er echter wel heel verzadigd door, maar dat gaan we straks nog wel oplossen. Ik ga hier vervolgens nog een filter overheen leggen, vanuit de filtergallery. En het laatste filter wat we toepassen, dat zit bij schets en dat heet gescheurde randen. Echt heel irritant dat hij dat niet meteen laat zien. Nou, op het eerste gezicht lijkt er alsof er niks gebeurt. Totdat je een beetje gaat spelen met de balansslijder. Zet je hem helemaal naar rechts, verdwijnt alles. Maar zet je hem naar links, dan komt er iets moois tevoorschijn. Je krijgt een soort contour van de foto. Ook hier weer de optie om het wat vloeiender te maken. En ik zet het contrast ietsjes omlaag. En ik klik vervolgens op OK. En je ziet, dit wordt dus meteen toegepast. En waarom? Omdat de laagmodus op bedekken staat. Zou ik hem terugzetten op normaal, dan zie je gewoon het laatst toegepaste filter. Maar toch, dit zwart en wit, dat doet wel iets op de foto. Zet ik het bijvoorbeeld uit. Of weer aan. Het heeft gewoon net even wat meer bite. Maar dit is te veel, dus deze laag, daar zet ik de dekking gewoon van omlaag. Naar ongeveer 60%. En ik vind vervolgens de verzadiging nog te hoog in de foto liggen... Dus ik voeg nog gewoon een aanpassingslaag toe. Dat doe je hieronder bij het zwart-witte bolletje. En ik klik op kleurtoonverzadiging. En in het filter haal ik het er gewoon uit. En zo eenvoudig is het om een cartoon van je foto te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!